Want het beenmerg zit bij een volwassen iemand. Bij kinderen zit ook, zoals gezegd, in de pijpbeen. Bij volwassenen met name in de wervelkolom en bekken. Wij doen eigenlijk altijd een bekkenpunctie. Dus dan wordt aan de achterkant, als je voelt de bovenkant van het bekken, dan kun je zo vervolgen naar achter. En dan voel je daar twee knobbeltjes. En het bovenste knobbeltje, dat proberen we eigenlijk altijd in te prikken. Maar bekken, een beenmergpunctie heeft een hele slechte naam. Hè, want dat is heel vervelend. De afdeling heeft een van de verpleegkundigen heeft daar onderzoek naar gedaan. En die heeft bij 200 opvolgende beenmerg gekeken van ja, hoe ervaren mensen dat. En dat is met een vast score. Dus eigenlijk gewoon aan mensen vragen op een schaal van 0 tot 10 hoeveel pijn heeft het gedaan. En dat was de gemiddelde score. Ja, de kleur is niet helemaal, dat was 1,9. Dus op een schaal van 0 tot 10. Dus op zich valt dat nog wel mee. En 21% van de patiënten die gaf geen pijn aan. Die had een vast score van 0. En de analist die kijkt dan op het horlogeglas, kijkt ze dat ze mooie brokjes ziet, zodat ze die eraf kan halen om vervolgens op preparaatglaasjes te leggen of om preparaten te maken. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Het is een pletpreparaat waarbij eigenlijk zo'n brokje wordt geplet. Dit zijn dan de cellen waar het om gaat. Dus deze cellen ga je dan 100 cellen vertellen en ga je de verhouding van de verschillende cellen weergeven. En dit is een stukje bot. Zo'n soort luciferstokje. En je denkt vanaf dat je ongeveer 2 centimeter lengte moet hebben van een stukje bot, zodat de patholoog het goed kan beoordelen. Normaal benen ziet er zo uit. En wat je ziet is dat het heel heterogeen is. Hè. Je ziet allerlei verschillende soorten cellen. Een grote megakaryocyte, dat is de voorlopercel van de bloedplaatjes. Je ziet hier rijpe afweercellen. Dit is een mogelijke stamcel. De blauwe cellen zijn voorlopers van de rode reeks. Dit is een plasmacel. Dus het is een heel bont scala aan verschillende cellen. En als je een leukemie hebt, dan is het heel monotoon. Als je dit ziet onder de microscoop, dan weet je het wel. Dan weet je nog niet wat het is, een AML of een ALL. Maar je weet al, dit is niet goed. Zo homogeen, allemaal blasten, onrijpe cellen. Je ziet ook het grote verschil. Maar vervolgens moeten we dus gaan kijken, van, is het een AML of is het een ALL? Wat chromosomenonderzoek gedaan, moleculair onderzoek. Met name zijn die van belang om de prognose te bepalen. Immunofenotypering gaan, kijken van welke eiwitten zitten op zo'n cel, zodat je ook die leukemie goed in de tijd kunt vervolgen. En er wordt ook gekeken van, met name in het geval van de ALL, zit het ook in andere weefsel, zit het ook in het centraal zenuwstelsel. Dus moet er nog een ruggenprik gebeuren. Benen gaat worden afgenomen, gaat naar het laboratorium, ook naar de cytogenetica. En daar worden de chromosomen, die worden onder de microscoop bekeken. Dit is een normaal karyotype, noemen we dat. Dus een patroon van chromosomen. En dit is een man met 46 XI. Ja, dus 46 chromosomen met een X en een Y. Dus dit is een normaal karyotype van een man. Bij verschillende soorten leukemie kun je verschillende afwijkingen hebben. En dan kun je bijvoorbeeld bij een translocatie 821, dat is de bovenste, zie je dat een stukje van chromosoom 8 ten opzichte van en tegenover een stukje van chromosoom 21 komt te liggen. Normaal horen die apart te zijn, maar die komen dan naast elkaar te liggen. Zo hebben we bij leukemie verschillende van dit soort translocaties. Dus dat verschillende stukken chromosoom naast elkaar komen te liggen, terwijl die normaal niet naast elkaar liggen. Translocatie 821 is een hele gunstige prognose. In versie 16. Translocatie 15-17, dat zijn allemaal soorten leukemie die we met name bij jongere mensen zien met relatief gunstige prognose. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een 11q23 afwijking of een verlies van chromosoom, een verlies van chromosoom 5 of een verlies van chromosoom 7. Dat zijn vaak hele ongunstige afwijkingen.
Dus het is heel belangrijk. Het is ook een hele heterogene ziekte, zo'n acute leukemie. Op het moment dat je weet dat het aan is het een ALL, is het een AML. Op het moment dat het een AML is, wil je andere gegevens hebben. Dus je wilt weten van, is het een AML met een 821 of met een min 7. Met een normaal karyotype, zonder afwijking aan de chromosomen. In die hele zoektocht om eigenschappen van de leukemie te ontrafelen, wordt ook gekeken van welke eiwitten zitten nu op de celmembraan van die leukemiecellen. En daardoor worden er worden antistoffen toegevoegd met bepaalde fluoriserende stofjes, zodat we kunnen zien of met een flow cytometer, met een fluoriserende lamp, of bepaalde eiwitten wel of niet op die cel zitten. Maar als je weet dat op die bepaalde leukemie een bepaald eiwit zit, kun je ook in de tijd vervolgen of die cellen goed weggaan. De behandeling is we geven chemotherapie, celdodende medicijnen om de leukemie zo radicaal mogelijk uit te schakelen. En een bijwerking, het doel is de leukemiecellen kapot maken, een bijwerking is dat je op het gezonde B-merg tijdelijk kapot maakt en dat je dus geen goede aanmaak hebt van normale bloedaanmaak. Dat je die periode waarbij normale bloedaanmaaksysteem is verstoord, dat je die periode moet overbruggen. Dus wekenlang zonder afweer, totdat de normale bloedaanmaak is hersteld. En dat is ook de reden dat mensen op een specialistische afdeling liggen, waarbij mensen ervaring hebben met patiënten die geen afweersysteem hebben. Een opname is meestal voor de behandeling van acute myeloïde leukemie heb je meestal 2-3 opnames nodig. Opname duurt meestal 5-6 weken, soms wat sneller, soms wat langer. De eerste dag is hectisch. Langs de kaakchirurg, mondhygiënisten zijn er bronnen van infectie in de mond, soms langs de KNO-arts. Er wordt vaak foto gemaakt, er worden allerlei kweken gemaakt, ontlastingskweken, keelkweken, neuskweken, welke bacteriën hebben mensen bij zich. De apotheek wordt ingeschakeld, de kuur wordt uitgeschreven, er moet kruisseren worden geprikt, er moet bloed worden klaargemaakt voor de patiënten. Komt vanuit je gewone werk vaak. Vaak hebben mensen toch een korte ziekteperiode. Dus het is natuurlijk een gigantische mokerslag als je opeens deze ziekte hebt. Dus maatschappelijk werk, psycholoog, iedereen is erbij betrokken. Dus het is een hele complexe zorg. Zo'n chemotherapie. Dus meestal is het een week chemotherapie. In die periode, totdat het bloedbeeld herstelt, geef je beschermende antibiotica, omgekeerde isolatie, soms voeding via de bloedbaan als je ernstige slijmvliesontsteking is of ernstige misselijkheid, fysiotherapie, activatie. Heel belangrijk dat mensen toch blijven lopen, toch actief blijven, toch even goed doorzuchten, zodat de kans op luchtweginfecties kleiner wordt. Kracht houden. Het is ook vaak goed voor de moraal om toch de wereld wat, toch even een rondje over de gang lopen, is toch vaak goed. We proberen in Groningen proberen erg te stimuleren dat mensen op een loopband lopen. We hebben op de afdeling wifi, zodat mensen ook toegang hebben tot het internet. Dat je even een mailtje kunt sturen of een log bijhouden. Hoe je dat maar wilt doen. Dat er toegang is tot de wereld. Meestal na een week of 3,5, 3, 4 weken begint het BMR zich te herstellen. De witte bloedcellen gaan weer omhoog. Vaak gaan mensen dan ook snel opknappen. Op het moment dat de witte bloedcellen teruggaan, dan herstellen mensen heel snel. Er zijn geen trombocyten meer nodig. De slijmvliezen herstellen zich. Eten begint weer te komen, eetlust begint weer te komen. Vaak is de smaak nog slecht, maar het eten lukt weer. De voeding, de TPN, dus de voeding via het infuus, wordt afgebouwd. Antibiotica, andere medicatie kan worden afgebouwd, gestopt. En dan kan de patiënt naar huis en dan vaak voor 1 of 2 weken